Gisteren bij de observatiepost in de avonduren 100% helemaal windstil. En hier begint het uiteindelijk eindelijk te waaien. En met hele hoge waarschijnlijkheid gaan we regen krijgen. Want kijk eens naar die atmosfeer. Dat gaat helemaal dicht trekken. Dan zullen we een goede regenbui krijgen na maandenlang waarschijnlijk. Ik heb aan de andere kant heb ik al regen gehad. Zeg maar, een hele korte bui. Maar ik heb het idee dat het ook hierheen trekt. En dat het waarschijnlijk nu tegen de avond waarschijnlijk misschien ook hier gaat vallen. Mocht dat niet het geval zijn, dan begint de lange tijd van droogte wel heel erg lang te worden. Oh, kijk maar naar de atmosfeer. Het is aan het veranderen. En het gaat waaien. Wij gaan even hier het bos in. Dat zou echt super gaaf zijn dat als we vanavond regen krijgen, wauw, dat zou gaaf worden. Nou hoop ik dan ook dat het een beetje door blijft regenen, dat de natuur er wat aan hebt. Ja, kijk maar hier, het wordt helemaal grijs en donker. Ik hoop dat de camera dat een beetje kan pakken. Het ziet er grijzer uit op beeld als dat is eigenlijk. Wow, de natuur heeft heel erg hard regen nodig. Want je ziet het ook hier tussendoor. Ook hier overal uitgedroogd. Wow. Het is hier een beetje een mix van, ja, wel niet dus, weet je. Bij de observatiepost zijn dit soort boompjes al helemaal geel geworden. Die zijn al bruin, die zijn al eigenlijk helemaal afgestorven, zeg maar. En hier begint het. Dus dit is op zich, ja, ik krijg het idee dat hier het water langer vastgehouden wordt. Alleen, ja, als je kijkt op die bodem daar, wat daar allemaal aan bladeren al ligt. Ik wil bijna zeggen, het is compleet herfst geworden opeens. Zijn dan echt alle bladeren vallen, wow. Echt een heel bladertapijt, kijk dan, daaronder. Alle bomen zijn in de stress nu. Zelfs de eikelbomen die hebben de eikels al laten vallen vanwege de stress die ze hebben. Ja, als ze geen water kunnen krijgen, dan moeten ze dat op de een of andere manier doen. Oh. Kijk naar deze stukken hier, daar en hier. Ook helemaal uitgedroogd. Kan zijn dat hier de zon... Ja, dat is echt helemaal. Kijk dit. Midden in het bos dit. Kurk en kurkdroog. Ik weet niet wat we vandaag allemaal gedaan hebben. We waren redelijk vroeg weg. Zo, we hebben veel video's niet gemaakt. Maar we hebben hele afstanden kunnen afleggen. Met lopen en al die dingen meer. Dus dat was ook wel super gaaf eigenlijk. Ik zal eens eventjes kijken of we het klokje aan kunnen zetten. Ja, kijk, we zijn 17 keer een heuvel op geweest. En we hebben nu al, even kijken, ja, netjes. Kijk eens, 11.530 stappen gezet. Dus we komen vandaag, ik denk tussen de 12 en 13.000 stappen. Nou, dat is netjes. We hebben een redelijke monstertocht gedaan, helemaal over smalle padjes, over de heide heen. Dat was wel grappig en we hebben meerdere coördinaten aangemaakt. En dan ga ik vanavond eens eventjes kijken op Google Earth of ik die padjes kan detecteren, zeg maar. En vooral... vooral dit soort paden, zeg maar, die zijn breed, maar dat is echt zo, ja, wat je hier eigenlijk ziet, zeg maar, in het midden. Dat stukje, zeg maar. Zo breed waren die paden. En eromheen zat gewoon een soort hoog gras. En dan moest je dan langs of tussendoor lopen. Dat was wel heel mooi. Dan zat je bovenaan en dan kon je helemaal in een soort van dal kijken. Oh, kijk dit dan. Dat ziet er echt niet goed uit. En zo zit eigenlijk het hele bos hier nou opeens. Kijk, hier ook. Ja, helemaal uitgedroogd. Dan is dit stukje nog groen, maar
Ook dit soort dingen kunnen blijkbaar niet meer bij water komen. Ja, dit ziet er nog wel groen uit. En dat is, welke is dat? Oh, dat zijn deze twee. Die pakken blijkbaar nog wel water, maar die schieten de wortels denk ik heel diep. Heb ik zo'n idee van, zeg maar. Ik ga toch eens even het bos een beetje beter in de gaten houden. Want ik heb het idee dat dit bos... Even kijken. Ja, wat schat ik? Ja, nee, niet helemaal. Kijk maar. Hier ook. Uitgedroogd als je het aanraakt. Ja, een paar bladeren vallen er al af. Hier ook. Ja, dit begint al geel te worden, dus dit is ook al... Ja, boven heeft hij helemaal niks meer. Hier ook. Ah, kijk, kastanje. Begint ook al. Ja, het is echt binnen 2-3 dagen dat nou in één keer alles in één keer helemaal goed gaat. Als je nu in de avond gaat en je gaat morgenavond kijken, dan zie je de verandering al. En hier ook. Op beeld moet ik zeggen, ziet het iets bruiner uit. Het heeft een meer lichtere tint allemaal, zeg maar. Maar waar je ook kijkt, het is één grote bladerzooi hier. Kijk dit. Ik heb het idee dat we gewoon midden in de winter hier lopen. Terwijl het gewoon nog echt niet normaal zo tropisch warm was het vandaag. Ja, dat is een beetje een mix van alles door elkaar heen. Dit is nog gewoon volledig groen. Zo, kijk dan die wolken die eraan komen. Ik weet niet, mijn camera doet heel vaag. Alles wat ik zie, is de kleur eigenlijk gewoon totaal anders. Dat is gewoon ja, meer geelachtig, zeg maar, zoals die boom, zeg maar. Zo is de lucht eigenlijk ook, alleen wat ik in het schaampje zie, is dat die blauwe luchtpak. Ik weet niet, als ik later thuis kom, misschien dat het anders is, geen idee. Wow. Hier ook, verdroogd gras. Hier zit nog wel een kleur aan. Dit is ook uitgedroogd. Ja, dit is al helemaal kurkdroog wat hier aan zit. En helemaal bovenaan, die doet het ook helemaal niet meer. En die daarnaast staat, ja, die geef ik ook nog 1-2 dagen. En dan is het ook voorbij, zeg maar. Wat ik wel raar vind, is dat dit wat hier laag staat, wat eigenlijk gewoon dit soort wortels heeft, dat dit volledig groen is. Hoe komt dat dan bij water? Vaag. Heel vaag. Het gras is helemaal verdroogd en er zitten kleine stekjes tussen die toch nog gewoon, zoals dit. Dat is heel piepdun, zeg maar. En dit is nog gewoon groen, zeg maar. En ja, het is aangetast door de dieren een beetje, maar ik kan nog niet zeggen dat dit er uitgedroogd uitziet. Het tegendeel eigenlijk. Kijken. Ja, het is een beetje vaag waar je je bevindt, zeg maar. Want het is ook weer een grotere jongen. Even kijken, want dit is een kastanje. En die doet het ook behoorlijk goed. Ik krijg sterk het idee dat het dan toch nog geregend heeft. En overal waar dan de regen net bijgekomen is, dat weer opgekomen is of zo. Ik weet het niet. Heel apart. Maar nogmaals, kijk zelf, er liggen heel veel bladeren. Overal waar je eigenlijk kijkt. Hier zit een jonge stek tussen, deze. Die ziet er nog gewoon heel groen uit eigenlijk. Of dat er eigenlijk niets gebeurd is. Kijk, ook de top, zeg maar. Heel vreemd dit. En dat wat hier laag staat is ook nog gewoon groen. Kijk, dan zit er hier weer een tussen. Die is gewoon kurkdroog. Die doet niks meer. Oh, wacht, hier hebben de reeën aan gezeten met de bast eraf halen. Dus ik denk dat dit gewoon door de dieren zelf komt. Want er is er ook maar één die ertussen zit die zo eruit ziet, zeg maar. Ja, ik heb het idee hoe dieper je in het bos in komt, hoe beter het bos aan water is gekomen, blijkbaar. Tenminste, wat ik nu even zie. Yeah.
Nou jongens, gaat het nog regenen of niet? Wow. De bomen die daartussen staan, die doen het altijd wel. Ja, kijk, en ook die daar. Die begint, ik weet niet of de camera dat pakt, een hele rare lichtsituatie nu. Kijk, die begint ook al. Maar op het beeld lijkt het veel groener als dat het in het echt zit. Oh, wacht, kijk, hij kleurt bij. Kijk. Ook die. Geef ik niet al te lang meer. Als het langer droog blijft als nu eigenlijk. Zo, dat is echt niet normaal meer. Ja, het is nou voor mij eventjes kijken, want nou begint eigenlijk alles rijp te worden. De hopbellen geef ik ook nog een paar dagen, wil ik niet zeggen. Misschien nog een kleine week. En dan zijn die ook rijp. Ik heb de appels al gezien, die rijp zijn. De peren heb ik al gezien. Van alles in één keer, zeg maar. Dus het is voor mij eigenlijk een hele drukke tijd nou deze weken. Dus ik wil eigenlijk alles tegelijk een beetje filmen. We bouwen een beetje een archief op voor de wintermaanden. Dus dat is ook wel grappig, zeg maar. Even kijken. Dan kunnen we in de wintermaanden weer heel veel video's op het kanaal gaan zetten. Even kijken, wat is dit? Ik ben benieuwd naar dat donkere stuk wat we zo dadelijk aan het eind van het pad krijgen. Hoe dat eruit ziet. Dat is op zich nog wel een redelijk jong bos. Alleen ik denk dat... Ik weet niet of dit eronder valt. Deze grote bomen sowieso niet. Maar dit wat hier tussen zit een beetje. Dus zeg maar dit en zo. Zeg maar. En natuurlijk ook dat zo. Dat jaren geleden allemaal plat gemaakt is. En dat nou weer naar boven komt, zeg maar. Wow. De camera pakt dat net niet. Een ree. Oh, Jezus. Ja, die is natuurlijk weg. Ik weet niet of de camera dat gepakt heeft. Ik heb met mijn ogen niks gezien. Waar is het? Waar is het? Even kijken waar het is. Het is nog een heel jong dier. Ja, blijkbaar voelen die de regenbui ook al aankomen. Ik weet niet waar het zit. Ik denk dat het daarachter op het veld is geschoten. Even kijken waar het is. Ja, het zal zich wel niet hier ophouden in dit open stuk, zeg maar. En het is al weg. Ik denk dat het daar het veld op geschoten is. Wow, die lag natuurlijk op de grond en die heeft mij op dat pad voorbij zien komen. Of horen. Zo, de laatste tijd alleen maar wild voor de camera. En hier komt het nog redelijk dichtbij. Dat hoef je bij de wildobservatiepost niet te proberen. Dan is het al lang van 500 meter afstand, 300 meter afstand zo'n beetje. En je beweegt en het is weg. Oh, kijk. Ja, ik heb ook hele stukken met varens gezien. En hier valt het nog redelijk mee. Maar die al helemaal deze kleur gekregen hebben. En hier is nog een beetje een mix. Maar als het nou weer 1, 2 nachten koud wordt, dan is ook dit helemaal weg al. Dus ik denk dat het nou heel snel gaat. Ik heb ook het idee dat nou in één keer, dat het naar de herfst gaat. Herfst, winter, zeg maar. Dat het super snel gaat. Tenminste, dat is mijn conclusie weer. Want we hebben nou ook best wel een, toch nog een late warme zomer, zeg maar. Wow. Nou, er blijft steeds maar geen regen vallen. Daar sta ik van te kijken. En wat er dan gevallen is op die plaatsen wat ik gezien heb, ja, dat is zo minimaal dat, daar heeft de natuur eigenlijk zo goed als niks aan. Dit stuk is ook nog groen. Deze hoge bomen blijven het altijd al doen. En dit stuk hier ziet er ook groen uit. Heel apart.
Maar ja, dan hebben we nu deze tijd gehad, zeg maar. En dan zitten ze altijd te zeggen van de klimaatsverandering en dit en dat. Sommige mensen zeggen, het gaat nu in één keer heel snel. Klopt ook wel. Maar als dit nog vaker gaat gebeuren en vooral op een langere tijd... dan heb ik het idee dat alles wat je hier ziet, dus dit groene... dat het gewoon verdwijnt in één keer. Dat het gewoon geen water meer kan pakken. Want je ziet ook die hoge bomen daartussen. Die hebben een flinke klap gehad door die droogte. Dit hele stuk is nog wel mooi groen. Daar is eigenlijk niets mee gebeurd. Oh, wacht. Ik weet niet of ik dat op beeld kan krijgen. Daar zit hij. Dat is volgens mij een roodborst. En die kleine ronde, die heb ik waarschijnlijk niet op beeld, maar dat is die je nu hoort. Dat getik, zeg maar. Hier zit het. Zo'n padje erbij. Kijken of we wat op het pad zien. Meestal komen de dieren eruit als ze merken zo gauw het gaat regenen. Op camera ziet het er heel anders uit als wat ik nu met mijn eigen ogen zie. Het is heel vaag. Ik denk dat het er helemaal rondomheen al dichtgeslikt is met bewolking. En dat je daarom die rare kleur ziet, zeg maar. En ook rondom de bank heel duidelijk te zien uitgedroogd. Wow. We gaan toch nog even lopen naar de uitkijktoren. Zo, we hebben vandaag drie uitkijktorens, of zeg ik dat goed? Nee, twee uitkijktorens gehad. De grote en hier de kleine. Oh, wacht. Ik zal die varens even in de gaten houden. Even kijken, dit stuk. Kijk, hier is het groen. Die doen helemaal niks meer, kijk maar. En daar begint al de herfststand. Schuin is er wintermaanden die eraan gaan komen, heel heel langzaam. Wow. Ja, en dan, hè, nu hebben we allemaal geklaagd van over de zomer en al die dingen meer, dat het zo warm was geweest en geen regen viel. Maar nu ben ik heel benieuwd, wat zou de wintermaanden komen? Zullen we sneeuw gaan krijgen? Als dat net zo reageert als nu de zomer, dan krijgen we blijkbaar een dik pak sneeuw. Maar... ik weet het niet hoor. Ik heb er zo mijn twijfels in. Het kan natuurlijk ook zijn dat we bijvoorbeeld, hè, net als een aantal jaren geleden, dat we een heel pak sneeuw krijgen, een paar dagen. En dan dat het weer verdwijnt, zeg maar. Ik weet het niet. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik doe er ook geen gokken of zoiets dergelijks. Want ik weet het eigenlijk gewoon niet. Het is puur gokken. Of dat gewoon alles later gaat komen. Hè? De wintermaanden later, de zomermaanden weer iets later. Dat zou ook nog kunnen. Kijk dit pad. Daar staat normaal gras. Dit is helemaal groen. En je ziet het ook hier uitgedroogd. We gaan er even in lopen. We zijn heel benieuwd hoe die hoge bramenstruiken er nu uitzien. Hier precies op de helft van het pad, zeg maar. Waar je altijd langs moest lopen. En dit gras is ook helemaal weg. Is ook helemaal verdwenen. Hele vage atmosfeer. Kijk dit. Oh,
eens eventjes kijken wat mijn camera doet. Nee, hij zet het in een hele andere kleur dan neer als dat ik zie op het moment. Heel vaak, maar goed. Die doet het ook niet meer. Ach, kijk, daar is het. Hé, kijk. Deze nog wel. Die ziet er eigenlijk net zo uit als anders. En hier zijn ook geen stukken bij te verkennen die bruin zijn. Deze doet het blijkbaar heel goed. Oké dan. Ah, kijk, hier is het al. Zal hem allemaal al af zijn. Oh ja, de hele strak is veranderd. Ja. De dieren hebben eigenlijk alles weggepikt wat ze ook maar weg konden pikken. Ah, ik zie ook niks meer eraan zitten. Gaaf. Alles is weggegeten. Dit is nog groen. Deze doet het ook nog heel goed. Ik heb het idee hoe op bepaalde stukken dan hoe dichter het bos bij elkaar staat, hoe meer het vocht vastgehouden wordt. Tenminste, omdat je dan allemaal die groene stukken ziet. Oké, wat is dat opeens? Wat hebben ze hier gemaakt? Hebben ze dat erin geslagen of zo? Hey, wat is dit? Kijk. Recht. Recht. En hier ligt er een. Wat hebben ze hier? Ze hebben het vastgemaakt met rode linten. Oh, ik denk dat de jeugd hier een boomhut heeft willen bouwen. Tenminste, anders gaan ze geen rood lint gebruiken. Wat is dit? Dit heeft hier nooit gezeten, zeg maar. Kijk dit dan. Het kan zijn het begin van een boomhut of zo. Is dat nog wel stevig dan? Ja, het ziet er wel recht uit en het is heel stevig gemaakt. Tussen vier van die dingen. Als ze dat nou hoger maken, geen idee. Of ze gaan hier iets van een natuurlijke uitkijkpost maken. Dan hadden er eigenlijk vier van die bomen moeten zitten. En dan hier ook nog eentje, maar die is weg. Die is omgekeerd. Nou, als je hier vaak loopt, dan elke verandering die heb je in de gaten. Kijk dit dan. Ja, daar waren we toen ook al naar op zoek. Vier van die bomen bij elkaar. En niet kunnen vinden. Wat is dit? Hé, hier is het ook een heel stuk opener geworden. Opeens, zie je dat? En dat is ook allemaal dood, zeg maar. Wow. Zonde, jongens. En hier, als je kijkt, ook midden in het bos, geen groen gras meer. Die duurt het ook al niet meer. Oh, jongens, zo, niet normaal meer. Terwijl dit gewoon groen is. Heel erg apart. Het is echt een mix van alles door elkaar heen. Kijk, hier is het weer groen. Kijk je een meter verder, is het helemaal kurkdroog. Heel erg op. Ah, maar hier ook hier, heel duidelijk, sporen van een ree. Dus zo'n gozer die basten afkrabben, doet hij het ook niet meer. Alleen dat hele kleine stukje. Nou, dat is nog de tweede die we zo tegenkomen. Even kijken, ja, dit hebben ze ingezaaid. Ja, dat is ook droog, kijk maar. Dit geef ik ook niet al te lang meer. Zo, die atmosfeer die aan het veranderen is, jongens. Kijk dit dan. Zo, kijk dit veld. Helemaal verdroogd. Oh, wacht. Kijk hoe space dat eruit ziet.
ziet het begint te waaien. Kijk. Ik hoop dat we regen gaan krijgen. Als het nu gaat onweer, dan gaat het volgens mij keihard. Kijk, hierboven zit al wat. Het gaat waaien, jongens. Ik ga even zo het veld over en dan ga ik terug. Want ik weet niet hoe de wolken gaan. Even kijken. Die gaan dus... Oké, nou, die gaan dus zo een beetje. Dus het zal wel meevallen. Heel vaag, jongens. Heel vaag. Hier rond ook. En hier rondom het bankje ook geen groen gras meer, helemaal niks. En je ziet het ook hier helemaal verdroogd. Alleen die dingen, met die capsules, die blijven wel mooi groen. Dus dat zijn blijkbaar sterke planten. Oh wacht, kijk. De beukenboom. Kijken of we die een beetje met licht beter kunnen krijgen, zo. Die is ook nog helemaal groen, maar ja, dat is een ding die heeft waarschijnlijk 2 oorlogen meegemaakt. Even kijken. We moeten zo het veld op. Alleen nu willen we eventjes... Ja, waarom niet? We moeten wel. We gaan kijken hoe ver het staat met de beukennoten. Blijkbaar hebben die planten met die capsules ook heel weinig water nodig. Die dus. Want dat blijft gewoon nog groen. Of het is gewoon qua van nature uit een hele sterke plant. Dat zou ook kunnen, want ik zie geen enkel dingetje van die plant met die capsules die er slecht uitziet. Ja, dit is natuurlijk een hele groene, zeg maar. Dat is een jonge. Zo, het wordt steeds donkerder, jongens. Wat gebeurt hier? Kijk dan hoe dit hierboven hangt. Nou, hier hebben ze rondomheen gemaaid. Ook al lachen om te filmen. Finaal groen. Kom je in het bos uit, is alles verdroogd. Die doet het ook niet. Ja, het is een mix van alles. Het is echt een mix. De ene blijft gewoon goed. En het andere knapt gewoon helemaal af, zeg maar. Ik ben heel benieuwd, jongens, hoe het met de beukennoten staat. Kijk, hier zitten hele groene stukken tussen. Dit hier zo. Ja, en dit, onvoorstelbaar. Kijk dit dan. Een heel klein plantje. En of dat die maandenlang in de regen gestaan heeft. Zo supergroen. Maar, dan moet ik er ook bij zeggen dat hier gewoon een mega waterbuffer onder zit. Dat hier ook in de nacht mistbanken doorheen trekken. Hè? Dus die pakken die mist ook op. Dat is ook... dit kun je niet vergelijken waar ik film bij de observatiepost. Dit is een heel andere omgeving. Eens eventjes kijken, jongens. Of dat de beukennoten aanzitten. Wij zien nog. Nou, kijk. Hier zit het al. Even de camera wat kan pakken. En ze zijn donker van kleur. Maar ze zijn nog lang niet open, dus dat duurt nog wel even. En er zitten beukennoten aan. En zo te zien ook redelijk veel. Ik weet niet of de camera dat kan pakken. Het gaat. Hier zit wat. Daar. En hierboven zit er een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er is een stuk of 15 dat hier aan zitten. Maar de bosaardbeien ga ik niet kijken, want die zijn sowieso allemaal weg. En ook hier waar de bosaardbeien staan, ziet het er heel groen uit. Ja, wij gaan toch niet naar de uitkijktoren lopen, want ik denk toch niet dat er wild is. Maar
Nee, we vertrouwen het niet. Ik heb het idee dat we regen krijgen. Het trekt helemaal dicht. De camera pakt dat niet zo, maar als ik hier helemaal rondom me heen kijk, dan heb ik het idee dat er hele zware onweersbuien gaan komen. En dat vond ik ook raar. Gisteren was het bij de observatiepost echt totaal. Op een behoorlijke hoogte helemaal windstil. Gewoon als je die, even kijken, die sprietjes ziet, zoals dat. Dat bewoog helemaal totaal niet, echt urenlang. En vandaag hebben we eigenlijk behoorlijk wat wind gehad. En dat is meestal een omslag. Dat heb ik toen ook een keer gehad. Dat was ook één dag ervoor was het gewoon helemaal super silence, helemaal rustig. En een avond daarna was het gewoon keiharde onweer. En dat is nu waarschijnlijk ook het geval, want hoe ver je kijkt, het trekt helemaal dicht en er is geen enkel blauwe lucht meer te zien hier. Dus dit is wel heel erg space. En ik vind ook dat het verkeer heel erg raar reageert, dat opeens iedereen ging heel snel naar huis en toen waren de straten leeg. Ah, wacht. Sowieso de brandnetels niet vergeten. Het zijn er natuurlijk niet veel, maar ik heb gedeeltes gezien waar ze al rijp zijn. Waar de capsule of de brandnetels zelf, die zijn al rijp, zeg maar. Ja, je hoort het waarschijnlijk aan het audio dat er wind op gaat komen. Even kijken. Oh, hier. Ook stokdroog. Ja, die hele rand is uitgedroogd. Geen enkele brandnetel om mee te vinden. Helemaal niks. Terwijl dit hele stuk een paar jaar terug stond helemaal vol met brandnetels. En nu is alles eruit. Heel vreemd. Echt heel vreemd dit. Deze die slaan nu wel aan. Die planten met die capsules. Dat zijn hele grote bossen geworden overal. En ik denk dat die het gewoon helemaal overnemen hier. Want die zie je eigenlijk overal staan. Al die dingen wat je ziet, dat zijn allemaal die dingen met capsules. Dit hele veld en ook daarachter. Het wordt nu eigenlijk te donker om nu nog wat te zien, zeg maar. Die capsules die zijn echt overal losgesprongen. Er zit geen enkele dichte meer bij, zeg maar. Ja, en ook hier. Ja, of het is weggeknaagd. Ik heb het idee dat hier gewoon een dier heeft aangevreten, zeg maar zo. Dat zijn sterke planten, die met die capsules. Dat kun je zien. En de rest van het gras en zo aan de brandnetels. Zelfs de brandnetels hebben het niet overleefd hier. Daar sta ik van te kijken. Die hebben zelfs het loodje gelegd. En dat waren er heel veel. Al die witte stukken die je ziet, wat nou witte bamboe is. Daar hebben allemaal brandnetels gestaan. Mensen die naar vaak kijken, die zullen het wel weten. Van mijn video's. Nou, zag ik daar de eerste flits al? Dat is niet te hopen, want dan ben ik hier heel snel weg. Wow. Want ik weet uit ervaring, als het heel lang droog blijft, dan kan het meestal goed gaan knallen. Oh, met onweer. Oh, ik heb één keer in een gebouw meegemaakt, dat was een flatgebouw. En dan begon het ook te onweren. En dat was echt een super stevig gebouw, was dat. Gewoon echt waar je, hè, als er buiten een bom afging, ja, en dan lachte je binnen, weet je. Dan gaat een bommetje af, weet je. Maar dat was zo'n harde onweer. Nou, we werden gewoon bang. We gingen gewoon naar het midden van het huis. En ja, toen deden we eigenlijk niks. Wow, dat was echt super angstaanjagend, was dat. Want je voelde letterlijk het gebouw trillen. Dat was echt niet normaal. Nou, waarschijnlijk waren dat wel. Nou, ik denk in 10 seconden dat er misschien wel nou, misschien 15 flitsen rondomheen waren, overal, continu. Dat was super angstaanjagend, was dat. Oh, kijk, verlichting. Zo, nou zie je pas hoe droog het is hier. Helemaal uitgedroogd.
Wauw. Wacht. Als we een beetje geluk hebben, kan hier die ree nog wel eens zitten. Het reebokje of zoiets. En ook hier. Dat beest heeft geen eten meer. Alleen hierachter kon hij water pakken nog misschien. En die gele bloemetjes die hier altijd staan, die heb ik op een ander punt gezien. En dit was vroeger ook altijd helemaal vol met die gele bloemen aan allebei de kanten. Die zijn gewoon niet opgekomen. En als ze er geweest zijn 1-2 dagen, dan zijn ze uitgedroogd. Ja, kijk, ik heb het je gezegd dat die waarschijnlijk het ook niet gaat redden. Nou, ik heb gelijk gehad. Die wordt ook steeds minder. Dan zag ik volgens mij weer een flits van die kant. Ik vertrouw het niet, jongens. Kijk naar deze atmosfeer hierboven. Het gaat helemaal veranderen. Wat is dat dan? Nu is er opeens een heel fel licht erbij gekomen. Kijk, even scherp stellen. Zo. Wat hij dus nou niet doet. Heel vaag hoe mijn camera opeens reageert. Maar het wordt ook opeens heel snel donker, zie ik nu. En dat was laatst ook, was het echt binnen een half uur, was het gewoon van volledig licht. Naar ineens super donker dat je eigenlijk gewoon helemaal totaal niks kon zien. Ik ga hier het bos uit. Oh. Hier lag toen dat ree hier zo. Wauw, nou zie ik het pas. Het is helemaal plat en laag geworden. Hij heeft hier ook geen bescherming meer. Zo, kijk dit dan. Dit is één woestijn geworden, dit hele stuk hier. Laat het even op je inwerken. Als je die video's tevoren gezien hebt met die ree, die hier liep, nu ziet het er zo uit. Zo, nu zie je pas hoe erg het er eigenlijk aan toe is. En ook hier stond van alles helemaal plat. Wow. Ja, dan helpt het. Als het nou regen gaat vallen, helpt dat waarschijnlijk. Ja, gas komt altijd wel op, maar goed. Oh, ook hier, kijk. Ja, op de camera zie je het niet, maar dit is allemaal weer weg. Jongens, hoor eens naar het geluid. Het gaat echt waaien, jongens. Ik hoop als ik thuis kom en ik doe de deur dicht. En ik probeer de video's over te zetten. Ik denk dat het dan bijna zover is. Dan zou ik gelijk direct even de weerradar in de gaten houden wat er nou precies gaat gebeuren, want ik vertrouw het allemaal niet. Het kan zijn dat nu heel veel onweersbuien boven Nederland gaan ontstaan. Dat is ook maar puur een gok, want geen idee. Ik keek zo straks, zeg maar een halve dag voordat we weggingen, zeg maar. En toen was er wel iets in het Verenigd Koninkrijk, heel erg. Maar hier was eigenlijk niks aan de hand. Nou, ik ga de video weer beëindigen, want het wordt te donker. Geniet nog even van de laatste paar seconden van het beeld.